Ja! Woe, gelukkig nieuwjaar! Un feliz año nuevo! Ja mensen, het is zover. Wie is de Mol 2024 is begonnen. Een nieuw seizoen waarin wij weer samen de Mol kunnen gaan ontmaskeren. En ik heb er echt abnormaal veel zin in. Nee, serieus, ik heb vannacht gewoon niet geslapen. Nee, echt, gewoon niet. Ik lag naar het plafond te staren en ik was weer kleine Siempje die vroeger dan zenuwachtig was omdat Sinterklaas de volgende dag op school zou komen. Zenuwen, adrenaline, angst. Gewoon angst. Ik had zweet op plekken waar je geen zweet wil hebben. Maar goed, zoals de Pointer Sisters zouden zeggen, I'm so excited, I just can't hide it. Zoals ieder jaar ga ik met jullie om zondagochtend 8:30 alle hints bespreken uit de afleveringen. En dan komen op dit kanaal nog 1, 2, misschien wel 3 video's per week online. En dit jaar voor het eerst op dit kanaal ook de grote Mol Show. Dus wil je nou op de hoogte blijven van alle hints en theorieën en samen met mij de mol ontmaskeren? Abonneer je dan zeker op dit kanaal. Het is helemaal gratis en dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste hints. Maar voordat ik ga beginnen met de hints en theorieën en al zeg ik het zelf, het zijn weer pareltjes. Maar dan ook echt serieus, er zijn nu al hints waarvan ik denk, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar voordat ik ga beginnen, eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Het eerste is de Wie is de Mol pool van de Wie is de Mol app. Wil je nou in mijn pool? Dat kan nog steeds. Er staat een linkje in de beschrijving. Ten tweede, die heb ik hier ergens liggen. Oh, hier. Het officiële Wie is de Mol molboekje, die ga ik weggeven. Dit jaar ga ik iedere week prijzen weggeven. Dit keer is dat dus het officiële molboekje met een handtekening van mij. Ja, helaas niet die van Rick. Je kan niet alles hebben. Maar toch een handtekening van mij. Die kan je winnen. Hoe je die kan winnen, dat zie je aan het einde van deze video. Dus blijf vooral kijken. Ja, dat doe ik mooi, hè? En dan tot slot is er een vernieuwde shop. www.siemshop.nl met joker en vrijstelling sleutelhangers. Maar ook kettingen, kussens, sokken, een de mol kistje, tassen, noem maar op. Er is van alles verkrijgbaar. www.siemshop.nl. En met dat gezegd, Hemmerde, laten we beginnen! Dames en heren, jongens en meiden, katten, honden, papegaaien. Het is tijd voor de hints en theorieën van Wie is de Mol 2024. Ja, best op ver. Heb je iets gemist op de televisie en mist de beslis wat voor je hele visie? Dan kijk je online zondagochtend naar zien om alle hints en theorieën te zien. Molloot, ik ben een molloot, al van psychologie maar ben geen psycholoog. De lat ligt niet hoog, had de verkeerde mol, maar abonneer toch voor de hints en de lol. Man, wat vind ik dit leuk. Laten we gaan beginnen met het eerste, namelijk de tarotkaarten. Nog voor het seizoen begon kwamen ze online op de site van Wie is de Mol. 10 tarotkaarten. Carrot. Deze kaarten en die 10 symbolen die erop stonden, dat zagen we ook weer in deze eerste aflevering, die staan ook voor de 10 kandidaten natuurlijk. En daar zijn toch wel een aantal dingen opvallend aan. Het eerste is dat deze symbolen afkomstig zijn van het Mexicaanse Loteria Bingo spel. Maar er zijn 3 symbolen die hier niet in thuis horen. Die komen heel ergens anders vandaan. Dat zijn namelijk de Maya-tempel, het brood en de schaar. Deze 3 horen er dus niet bij. En de kandidaten die erbij horen, dat zijn Jeroen, Kees en Soor. Misschien moeten we die toch maar eens extra in de gaten gaan houden. Dan het symbool van Anna, een kroon. Dat is een opvallende keuze. Waarom een kroon? Als we daar nou even bij nemen dat in de promo dit shot te zien was van een muzikale mol. Het molteken alleen op de verkeerde balk. Hij staat namelijk op de A. Zo krijg je A mol. Als je daar de G-sleutel bij neemt, heb je zelfs AG mol. Anna Chimbrere mol. En neem erbij dat ze geboren is op 6 januari. De dag van de eerste aflevering. En ook nog eens, haar geboortedatum bij elkaar opgeteld is 24 van seizoen 24. Ik heb het gevoel, ik heb het idee dat de makers Anna ontzettend verdacht willen maken. Zij wordt best wel naar voren gepusht en daarom denk ik juist dat Anna niet de mol is. Maar daarom denk ik wel dat Anna ver in het spel gaat komen. Want ja, waarom zou je haar anders verdacht maken? Wellicht is ze wel de winnares. Zij zou in ieder geval een hele goede kandidaat zijn. Ik denk dat ze erg slim is en veel mensenkennis heeft. Iemand die in ieder geval de reputatie heeft om ver te komen in het spel is natuurlijk onze Casey. Kees van de Spek, wat een held. Hij heeft het symbool van de tempel. Ja, dat is natuurlijk wel al verdacht. Want de tempel is het enige wat terugkomt in de leader van Wie is de Mol. En ook groot in het molboekje. Daarbij schrijft Kees in het molboekje dat zijn favoriete mol
Dennis Wening was. En laat Dennis nou de vorige mol zijn uit het seizoen in Mexico. Ja, verdacht Kees. Al moet ik dan wel zeggen dat ik zijn reactie bij RTL Boulevard erop vond lijken dat hij niet de finale gaat halen. Maar goed, laten we verder gaan naar de titel en de eerste opdracht van aflevering 1. Ja, de titel van de aflevering was Een Handje Helpen. Ja, de mol die heeft natuurlijk gemaskerd op het feest de kandidaten een handje gegeven. Maar het zou ook kunnen verwijzen naar de tweede opdracht. Heeft de mol daar soms een handje geholpen door voor te stellen om op iedere kandidaat één keer te stemmen? Jip die kwam daar met het idee, heeft zij soms een handje geholpen? De aflevering die begint vervolgens gelijk met een feestje op de dag van de mol. Tooske is hier de eerste kandidaat die we zien en die geeft een behoorlijk lange introductie. Ik vind het opvallend hoeveel zendtijd zij hier krijgt. Dat doet mij ergens vermoeden dat ze niet de mol is. Ja, of ze doen een beetje zo'n Jan Versteeg stunt, zo noem ik het maar even. Die opende ook het hele seizoen, die was ook heel prominent aanwezig. Ik vond het trouwens ook wel verdacht dat er hier een achtje wordt gevormd. En achten, dat zijn in de Maya-kalender de achtste maand, dat is mol. Dat was al eerder een verwijzing in seizoen toepasselijk 2008. Dat was het vorige seizoen in Mexico. De vraag is of ze zo'n hint met acht en de Maya's uit Mexico weer zouden doen. Maar het is dus een dingetje om op te letten. Wellicht gaat er dit seizoen weer een hint voorkomen met het getal 8 mol. De achtste op de groepsfoto, dat was Fons volgens mij. De achtste in de leader is Rian. En de achtste die bekend werd gemaakt met de kandidaten was Soor. Ja, we schieten er dus eigenlijk geen mol mee op. De kandidaten die draaien een tarotkaart om. Die zien vervolgens een symbooltje. En moeten deze op het feest gaan zoeken om een topito. Ja, die waren gewoon weer terug. Te vinden en daarmee een vrijstelling te verdienen. Maar ze moeten dit sneller doen dan de mol. Die is namelijk ook op zoek. Ja, echt geweldig. Besef dus even dat de mol hier ergens op het feest loopt. Niet alleen de kandidaten een hand heeft gegeven van hallo, ik ben de mol. Nee, die heeft ook gewoon op dat feest zitten zoeken naar die kettingen met het juiste symbool. Nou heb ik echt heel veel foto's toegestuurd gekregen. De een nog gekker dan de ander. Met dit is de mol, dit is de mol, dit is de mol. Ik zal er even een paar laten zien. De eerste die ik echt heel veel toegestuurd heb gekregen is deze. Een figuur met een masker op. Misschien geschminkt. Een opvallende neus, opvallende oren. Een hoge, ja, goochelaarachtige hoed. En ook wel opvallend een stukje langer dan de meeste Mexicanen. En al zeker een stukje langer dan ik. En in meerdere shots lijkt het ook alsof dit figuur daadwerkelijk op zoek is naar de topito. Vooral in dit shot lijkt het alsof hij dus een van die hangers aan het bekijken is om een symbooltje te bekijken. Is dit dan soms de mol? Hoeveel te stoppen met zoeken hebben we de mol al gezien? Is het soms Jip? Zijn het de oren van Jip? Of is het soms Anna? Is het het gezicht van Anna? Tja, tja, tja. Ik denk niet dat het zo makkelijk is. Ik denk niet dat de makers zo'n groot risico willen gaan nemen. We hebben het al eerder gezien. Niet eens de echte stem van de mol wordt nog gebruikt. Dat wordt met een machine gedaan. De gemaskerde mol was niet echt de mol. Weet je, ik denk niet dat ze de mol daadwerkelijk zo prominent in beeld gaan laten zien. Want dan is het een kwestie van tijd voor Molo te hebben gevonden wie het is. Of ze moeten de nodige visagie hebben toegepast. En daar is Justin natuurlijk een ster in. Die kan zich in een andere identiteit wanen als geen ander. Jordi stuurde mij deze foto op. Hij denkt hier rechts Rian Gerritsen in beeld te zien. Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat zijn. Maar wie is dan wel de mol? Ja, zo heet het programma ook. Wie is de mol? Michiel stuurde mij een opvallend fragmentje, namelijk deze. Tooske komt hier aanlopen aan het begin van de aflevering. En een van die Katrina's, een van die figuren, die kijkt weg. En dat is opvallend. Geen van de andere figuren kijkt weg. Maar als Tooske diegene aankijkt, kijkt hij weg. Dit figuur vindt hij bovendien lijken op Justin. En dat zou wel eens goed kunnen dat Justin de mol is. Zeker als we het combineren met het feit dat op die tarotkaarten als enige andere kleur ook paars gebruikt wordt. Dus er is een paars hart, een paars vlaggetje geloof ik. Dit kan allemaal verwijzen naar Paarse Vrijdag. Wat zou kunnen verwijzen naar Justin. Zelf denk ik dat dit ook wel eens de mol kan zijn. De mol die heeft een waaier in de hand. Nou, daarmee kan je, als er kandidaten komen, jezelf toch nog goed verstoppen. In ieder geval je ogen. En van dit figuur krijg je ook redelijk vaak alleen de rug te zien. En ja, het zal niet de eerste keer zijn dat de mol iets te maken heeft met waaiers. Maar goed, genoeg over de verstopte mol op het feest.
Dat zou trouwens een leuk kinderboekje kunnen zijn. Ik zou denken dat de mol als kandidaat zijnde in deze opdracht de Topito, het symbooltje, niet wil vinden. Waarom niet? Een aantal dingen. Ten eerste lijk je daardoor minder verdacht. Je lijkt een kandidaat, want dan kan je zeggen, ja, ik heb hem niet gevonden, want het was al weg. De mol is voor mij geweest, de mol heeft hem gevonden. En dan kan je zelf niet de mol zijn. Zo vond ik het ook wel erg opvallend dat Fons heel duidelijk zei van, ja, dit is de man die ik moet hebben, maar hij heeft hem niet om, het is al weg. Dat kan hij natuurlijk makkelijk zelf gedaan hebben. Bovendien is er nog een addertje onder het gras, zoals we gewend zijn van Wie is de Mol. Er gaat namelijk nog eens 1000 euro in de pot bij als er bij de tweede opdracht iemand gekozen wordt die een vrijstelling heeft. Dus de mol die wil zo min mogelijk vrijstellingen in het spel, zodat er zo min mogelijk geld in de pot kan komen. Tuurlijk, je kan er als mol voor kiezen om gewoon lekker vertrouwen te winnen en wel gewoon lekker een vrijstelling te verdienen. Maar ik vind dat je hier als mol geen 1000 euro moet verdienen. Hier een overzicht van de vrijstellingen. Anna, Fons, Jip en Justin, die zijn hiermee verdacht. Die hebben namelijk als enige geen vrijstelling gevonden. Of heeft de mol hier soms een handje geholpen, verwijzend naar de titel van de aflevering, door hier wel voor een vrijstelling te gaan. Ik vind Anna deze opdracht overigens helemaal niet verdacht. Zij kijkt namelijk achterom om nog even te kijken of de mol daar te zien is. Dat is wel echt kandidaatsgedrag. Ja, en dit is ook een hele goeie. Wellicht heeft de waarzegster al gezegd wie de mol is. Ze zegt namelijk welkom op de dag van de mol, Jip. Zegt ze hier soms mol, Jip. Dan dus opdracht 2, speeddaten kandidaten gaan. Jawel, speeddaten, ze moeten in gesprek met elkaar en zoveel mogelijk liegen en verhalen verzinnen. En erachter komen wie er nou wel vrijstellingen heeft en zelf liegen over dat je een vrijstelling hebt. Ja, het was een typische Wie is de Mol opdracht. Een en al leugens en bedrog. Jip die komt dus met het idee om op iedereen één keer te stemmen. Nou, flink kandidaats. Al wil Anna hier vervolgens met deze theorie met het idee aan de haal gaan die je doet denken dat het haar idee is. Wil ze daarmee soms vertrouwen winnen of is het gemanipuleerd in de montage en was het daadwerkelijk haar idee? Dan een leuke hint van Juri van der Lans. Anna die heeft namelijk sterrenkunde of astronomie gestudeerd en op die tarotkaarten zien we allerlei sterretjes, de zon, de maan. Een mooie hint zou dat kunnen zijn naar Anna, zien we al die tijd op de tarotkaarten. Gewoon een duidelijke verwijzing naar de mol. Verder deze opdracht verdacht vond ik Tooske. Zij was wel heel goed in verhalen verzinnen en ze bleef maar praten vol met leugens. Wellicht had ze als mol voorkennis en kon zij dit allemaal vooraf bedenken. Het zou goed kunnen. Oud-mol Suzanne Visser is dan ook familie van haar. Ook een leuke theorie. Van de afgelopen 10 seizoenen is maar liefst 7 keer de mol een man geweest. Ja, daar kunnen we eigenlijk helemaal niks mee. Maar laten we er even voor het gemak van uitgaan dat het dit jaar weer een vrouw is. Dat zou heel goed kunnen, aangezien er deze eerste aflevering ook veel vrouwenbeelden in beeld kwamen. Zou een leuke verwijzing kunnen zijn naar een vrouwelijke mol. Denk bijvoorbeeld ook aan de tarotkaart, waar deed het een vrouw op afgebeeld werd. Combineer dat met het feit dat het volgens Mollevie zo is dat er over alle seizoenen niet één keer de mol als eerste in de leader werd vertoond. Nou, dit keer is dat Tooske. Zij zou volgens deze theorie dus afvallen als mol. Anna wordt nu al veel te verdacht gemaakt, maar hey, misschien omgekeerde psychologie. Dat was namelijk ook zo met Jan Versteeg, was ook zo met Everon. Het lag er vooral dik bovenop aan het begin. Maar laten we zeggen, Rian, Babs en Jip blijven dan over als potentiële mol. Babs, die is afgevallen, dan houden we Rian en Jip over. Nou is er nog een andere theorie, ja het houdt niet op, dat op de allereerste groepsfoto met Rick, de presentator, de mol eigenlijk altijd aan de buitenkant staat. Dus de eerste of tweede positie of 9e en 10e positie aan de buitenkant. Deze theorieën gecombineerd staat Rian best wel hoog in de verdenkingen. Ik vond daar deze eerste aflevering ook vrij overdreven. Zeker bij die eerste opdracht toen ze eindelijk de Topito vond. En dan opdracht 3 afschilderen. De kandidaten die worden hier eerst in 2 groepen verdeeld en uiteindelijk in 3. Eén groep die staat bij de kisten en moet dus zoveel mogelijk schilderijen verzamelen. Door die sleutelcombinaties, cijfercombinaties op te lossen. In iedere kist zitten 5 schilderijen, dus er zijn 25 schilderijen te verdienen. Dan zijn er nog 5 kandidaten die schilderijen moeten gaan schilderen.
En dan is er nog een groep van twee, Babs en Rian. En die moeten die schilderijen van die twee groepen met elkaar vergelijken. En kunnen daarmee geld verdienen. Dit is dus wel echt een belangrijke sleutelpositie. Maar er waren maar 12 van de 25 schilderijen gevonden. Er waren er maar 12 van de 25. En daarmee is die groep bij de kistjes ontzettend verdacht. Dat waren Kees, Tooske en Anna. Vooral Kees is natuurlijk verdacht omdat hij de hele tijd bij die cijfercode stond en deze ging doorgeven. Maar ja, wel heel duidelijk in de montage. Babs en Rianne hebben ook een sleutelpositie, maar ja, wellicht ook weer te opvallend. Wat ik wel verdacht vind is dat Babs is afgevallen. En zij heeft natuurlijk die hele laatste opdracht met Rian in het groepje gezeten. Heeft ze dan soms Rian ingevuld op de test? Heeft zij Rian als een van de hoofdverdachten gehad? Ik denk zelf van niet. Als we luisteren naar wat ze zegt tijdens het maken van de test, heeft ze wel op iemand ingezet met een sleutelpositie. Maar eerder in de opdracht geeft ze aan dat ze vindt dat de kandidaten bij de kistjes een hele grote sleutelpositie hebben. Ik denk dus dat zij op een van de kandidaten heeft ingezet bij de kistjes. Oftewel Tooske, Kees, Anna. Daarnaast wil je als kandidaat zo ver mogelijk komen in het spel. En je wil dus inzetten op een zo groot mogelijke groep. Zeker bij de eerste test. En je wil dus niet inzetten op je eigen groep. Waar jij zelf in zit. Want dan stem je eigenlijk ook op jezelf. En je weet zelf, ja, ik ben het niet. Aangezien zij met Rian zat in de groep. Heeft ze dus waarschijnlijk vragen over die opdracht niet op Rian ingezet. En dat maakt Rian daardoor voor mij juist wel verdacht. Dan nog even snel de verdenkingen bij de test. Dankjewel, de mama gids. Dit zijn ze. Ja, wellicht kan je er nog iets mee. Ik denk nu nog niet heel veel, maar als we straks meerdere afleveringen hebben, kunnen we daar wellicht iets uit halen. Ja, dat waren de hints. Dan nu het molboekje. Hoe kan je deze winnen? Nou, heel makkelijk door te tellen hoe vaak ik in deze video het woord mol heb gezegd. Ja, tel het bij elkaar op, laat het weten in de reacties en wie weet win jij dit molboekje. Ik wil jou bedanken voor het kijken, vergeet niet deze video te liken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan en dan gaan wij samen die mol ontmaskeren. Bedankt voor het kijken en tot snel. Tot ziens! Woosh. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Siem? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij, want het is tijd voor Siem.